jongens en meisjes en welkom bij een gloednieuwe vlog. Het is lang geleden, I know. Maar het is vandaag zondagavond, het is 9 uur nu. En straks om middernacht gaan wij naar Antwerpen. Ik ben mijn schoonouders, Merle blijft hier. Maar om middernacht gaan we naar Antwerpen, naar de vuurwerkshow zien. En ik dacht, weet je, het is lang geleden, het is toch vakantie, ik ga er een vlog over maken. Ik ga nu deze keer niet zeggen dat ik terug dagelijks ga uploaden, want daar hou ik mij toch sowieso niet aan. Maar ja, weet je, ik hoop dat jullie het vlog gaan genieten. Smash even die like, dat zou ik heel erg waarderen. En abonneer op mijn kanaal. En ik wil jullie het snel iets laten zien. Hier zijn puppies. En mijn schoonouders verkopen die voor €375 per puppy. Nu aan het vechten. Een paar rolletjes doen. Dus als jullie die willen kopen, neem dan contact met mij op en dan vertel ik jullie nog iets meer over de puppies, welk ras het is, want dat weet ik niet van buiten. En dan breng ik jullie in contact met mijn schoonouders en dan regelen die alles wel voor jullie. Maar voor nu wil ik plezier aan deze vlog en let's go. Lady, kom eens hier. En dat is trouwens de moeder van die puppies. Maar dit is een meisje, hè? Moet je aandacht? Moet je aandacht? Ja. Wij gaan ze bieden naar Antwerpen, hè? Al ja, ga niet, want jij kunt niet tegen de vuurwerk. Maar ja, ik... Frank en Dianneke wel, hè? En wij gaan daarvan genieten, hè? Ella, daar houdt ze nu die fans, hè? Dat die kinderen... te veel aan haar tepels gaan hangen en zo. Want dat doen die continu en dat is normaal of zo, daar niet van, hè. Maar dan hoort ze een beetje zottekes van, snapte? Het is op zich wel schattig, ik ga dat niet verliegen. Want nu onder mijn benen te rusten. Maar ja, weet je, ik ga zo meteen eten. En daarna vertrekken wij ongeveer naar Antwerpen. Let's go, ik heb er zin. Allee jongens en meisjes, de moeder van de kinderen is toch nog aan het eten geven. Goed bezig, ledietje.
jongens en meisjes, het is inmiddels dinsdag. Ik ben ondertussen thuis. Ik wil een kleine commentaar geven over de vuurwerk, om maar eens goed Nederlands. Over het vuurwerk van in Antwerpen. Ja, het was een tegenvaller. Ik had iets helemaal anders verwacht. Ik had een veel groter vuurwerkshow verwacht. Op het laatste had ik ook verwacht dat er zo keihard de vuurwerkbom ging komen, waar dat 2024 op ging staan. Maar ja, dat was natuurlijk alleen maar in mijn fantasie natuurlijk, denk ik. Want ja, het was gewoon een tegenvaller, ik zal het zo zeggen. Oftewel stonden wij gewoon helemaal verkeerd. Want we stonden onder een afdak, want het was pauperchart aan het regenen. En ja, ik had mijn camera bij, het ding is pauperduur. En als daar te veel regen komt, ja, dan denk ik dat dat ding niet lang niet meer gaat blijven. Maar bon, weten, kijk, we zijn daar naartoe geweest, we hebben vuurwerk gezien, jullie hebben vuurwerk gezien, ik heb vuurwerk gezien. Ik hoop beter volgend jaar terug nog eens vuurwerk in mijn eigen tuin afsteken, want volgens mij was dat zelfs leuker. En ja, weten, oké, het was op zich wel leuk om naar te kijken, maar ja, ik had er mij eigenlijk helemaal anders voorgesteld dan het nu eenmaal was. Maar ja, weten, het nieuwe jaar beginnen zonder vuurwerk noem ik niet het nieuwe jaar vieren. Dus ja, weten, vuurwerk is vuurwerk, het was leuk, druk, alleen het regent was, de regen was iets minder leuk, maar ja, weten, dat is België en ja, boeien, maakt niet uit. Maar bon, jongens en meisjes, dames en heren, appeltjes en peren, ik wil hierbij de video ook afsluiten.